Dag beste kijkers. Mechelen maakt zich vandaag zaterdag 6 januari op voor een grandioos openingsfeest van Construct Europe. En dit ter gelegenheid van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie sinds 1 januari 2024. Maar zie hier eens wat schitterende Vlamingen, hoe dat die Europa laten schitteren. Zie ons doen, zeggen we dan soms wel als we tevreden zijn met onszelf omdat we iets goeds gedaan of iets goeds gezegd hebben. Maar misschien moet dat onze baseline worden. Zie ons doen. Kijk wat Vlamingen allemaal kunnen. Zo'n kleine natie binnen Europa, wat wij allemaal presenteren. Zie ons doen. Ik verwelkom u heel graag als abonnee, maar ook als nieuwe kijker hier bij Travel Topper. We gaan alvast van start met de voorbereidingen zoals u hier ziet op het groot podium. U weet wel, onder die immense tent dat ze hier geplaatst hebben op de Grote Markt. En dan kom ik straks bij u terug met uiteraard nog meer hoogtepunten uit dit prachtige festival voor Europa. Ik zou zeggen, blijf zeker kijken en duik mee in het feestgebruis op deze prachtige plek hier in Mechelen. Ik ben Eddy, dit is Travel Topper. Als opvallende start van dit voorzitterschap staat Vlaanderen volledig klaar hier op de Grote Markt in Mechelen voor de opening van een grandioos gratis volksfeest. Naast klinkende muzikale namen staat er natuurlijk nog heel wat meer te beleven vandaag op deze zaterdag in de stad op heel wat locaties. Daarmee vonden wij het belangrijk om dat de start daarvan de nodige luister bij te zetten. Ook om aan de Vlamingen mee te geven. Dit is zo'n moment waarin dat je kan aan de Vlamingen meegeven dat Europa toch belangrijk is. Van een korte wandeling met onder meer minister-president Jan Bon en burgemeester Bart Zullers. We komen terug van het Sint-Konraadskathedraal en er zijn nog heel wat andere dingen te doen hier in Construct Europe. Snel gaat het avondfeest hier beginnen. Je hoort het al op de achtergrond. Heel wat fanfare zien toekomen. Het gaat heel plezant worden. Het is live muziek dat gespeeld wordt door een groot orkest van 70 muzikanten onder leiding van dirigent en componist Dirk Rossé. Dus dat staat je allemaal te wachten en nog veel meer, blijf zeker kijken. Intussen is het volk al aan het toestromen, want stipt om 19 uur begint hier het gratis festival, zeg maar, of gratis volksfeest hier in deze prachtige tent. Wist je trouwens dat deze tent gebouwd is door slechts 3 mensen? Knap hoor, respect voor die mensen. Vanavond gaan er 500 mensen voor en achter de schermen werken dat alles hier vlot gaat verlopen. Zowel van de muziek, van de organisatie, van de veiligheid, politie, noem maar op. 500 mensen in totaal werken hier aan mee. Dat is toch wel de moeite voor een fantastisch feestje hier op de Grote Markt.
een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee.
Zo, dit was het dan, het groot volksfeest Construct Europe hier in Mechelen op de Grote Markt. Een beetje verstoord geweest, maar dat heeft de pret niet kunnen bederven. Het feest is kunnen doorgaan tot op het laatst. Bedankt aan iedereen om te kijken. Blijf mijn kanaal volgen. Ik ben Eddy. Dit is Travel Topper. Ciao.